Goed, dus nu gaan we deze tabel verder aanvullen. Deze tabel krijg je op tentamen dus ook. Hierboven staat dan het gat. Hier staat de as. Gegevens over de as en de combinatie van de as en het gat. Hier staat de diameter, de nominale diameter. En vervolgens staat de tolerantie in die volgende kolom gegeven. En nou moeten we dus gaan bepalen wat dat precies in millimeter en micrometer gaat inhouden. Nou, voor de maattolerantie, de eerste waarde, pakken we dus het getal wat hierachter staat. Hier hebben we het tweede dezelfde getal zoals in die vorige tabel ook. Dus bij eenzelfde getal zal de maattolerantie, het gebied in micrometer, zal hetzelfde zijn. Die kan ik op de volgende bladzijde opzoeken. Ik heb hier dus 44 tussen de 30 en de 50. Het getal was 11. 11 betekent nogal een grove tolerantie, dus heel goedkoop, makkelijk te halen. Dan zien we hier het tolerantiegebied is 160 micrometer. Dus ik vul hier in micrometer 160 in. Ook bij deze kan ik dat meteen doen, 160. Verder zie ik een kleine H11, dus dat betekent eenheidsasstelsel. Dan kan ik die tabel gebruiken om een volgende waarde te gaan opzoeken, maar ik kan ook meteen bij deze alle bovenste grensmaatafwijkingen van die as overal nullen gaan invullen. Dus ik vul hier alvast 4 nullen in. Als ik ga kijken, dit was die tabel dus van die kwaliteiten. De volgende tabel gaat over de gaten. En de tabel daarna die gaat over de assen. En hier zien we klein letter H. Dat betekent dat de basisgrensmaatafwijking, die is dus 0. De bovenste grensmaatafwijking is 0. Dus ik kan die in de tabel terugvinden. 0. Nou, dan is het makkelijkste om die waarde van 0 meteen verder door te gaan rekenen. 0 min 160 is namelijk min 160. Dus dat is de onderste grensmaatafwijking van die as. Vervolgens moet ik de kleinste grensmaat gaan berekenen. En dat is dus die 44 die hier staat, min 160 micrometer. En dan krijgen we dus 43 mm en 840 micrometer. De grootste grensmaatafwijking is dan die 44 min 0 is gewoon 44 mm. Dus die kan ik hier ook meteen invullen. Dat was de makkelijkste dus. Als er een H bij staat is het de makkelijkste berekening. Dus deze kun je het best als eerste doen. Hier bij het gat staat in dit geval dus geen H maar een C. Dus moet ik nou de onderste grensmaat gaan afwijkingen gaan bepalen. En dat moet ik dus doen met de tabel. In dit geval die tweede tabel. Ik zit met de C11. Dus ik ga eens naar die tabel kijken. Dus niet deze tabel, maar de volgende. Ik zit bij C. En de diameter die is 44. Dus ik kan dan zien dat die onderste grensmaatafwijking die is plus 130. Dus hier staat ook onderste grensmaatafwijking. Hier vind ik hem dan vervolgens plus 130 micrometer. Die vul ik hierin. 130. Nou, vervolgens de bovenste grensmaatafwijking. Die kan ik dan bepalen door die eerste twee bij elkaar op te tellen voor het gat. Dus die is de maattolerantie plus de onderste grensmaatafwijking en die is dan 290. De kleinste grensmaatafwijking. Even zien. De kleinste grensmaat moet ik vervolgens bepalen in millimeters. Dus hier is het micrometer, hier is het millimeter. De kleinste grensmaat voor die as, die is gelijk aan, voor het gat moet ik zeggen. Die is 44 plus de onderste grensmaatafwijking. Dus dat is 44.130. En bij de grootste grensmaatafwijking moet ik er nog een keer deze waarde bij de asdiameter gaan, of bij het gatdiameter gaan optellen. Dus dat is 44.29. Nou, dan moet ik de combinatie gaan doen. En ik zie hier al dus de grootste en de kleinste waarde van de as. Hier zie ik de grootste en de kleinste waarde van het gat. En daarmee kan ik dus de minimale en maximale speling gaan bepalen. De minimale speling die zal zijn als de as zo groot mogelijk is en het gat zo klein mogelijk. Dus dit is wanneer de as zo klein mogelijk is. Dus dan krijgen we die 44.130 min 44 en dat is dus 130. Dus moet ik dat in millimeters hier invullen is 0.13.
Dan de maximale speling is juist precies de twee andere getallen gebruiken. Dus dan moet ik dit getal gebruiken voor de as. En dit getal voor het gat. Nou, dan trek ik deze waarde hier zo. Trek ik af van deze waarde. En dan kom ik uit op een getal van 0,45. Dus 450 micrometer. Nou, verder zien we dan ook soortpassing is hetzelfde als de vorige keer, namelijk los. Er zit altijd een speling tussen. Als er geen speling zit, maar juist een persing, dan moet je voor de speling een minimale waarde invullen op het tentamen. Dus ik zal kijken of ik nog een ander voorbeeldje erop kan zetten. Dit hier is in ieder geval een overgangspassing, kan ik al zeggen. Zoals gezegd, je kunt het met die website controleren. Hier zijn de spelingen altijd positief. Dus kan ik al meteen aangeven dat het een losse passing is. Verder kan ik het nog met de website ook weer een keer controleren. Hier heb ik het al staan. Je ziet inderdaad twee groene waarden. En ik zie hier mijn maximale clearance. En dat betekent dat die berekening dus goed gedaan is. Ik kan heel simpel mijn antwoorden controleren met bijvoorbeeld deze website. Of de andere website die in de PowerPoint gegeven is, dus deze. Kan ik heel makkelijk mijn gegevens controleren. Ik heb zelf een voorkeur voor deze. Deze geeft aan dus wat het tolerantieveld van het gat is. Deze van de as. Nou, dan als de as zo groot mogelijk is en het gat zo klein mogelijk, dan heb je dus je minimale speling. Dat is deze afstand. En die is dus gelijk aan 0,13. Is het gat zo groot als het maar zijn kon volgens de specificaties. En de as juist zo klein mogelijk. Dan heb je je grootste spelingsgebied en dan krijg je dus deze waarde. Dus probeer dat te oefenen voor het tentamen en je antwoorden te controleren met behulp van deze websites.